Hey nerds, alles goed? Review time en vandaag bekijken we MMC's Mars, oftewel een third party masterpiece schaalversie van de Decepticon Helix. Voordat we Mars van dichterbij gaan bekijken, shout out naar Mark, oftewel Kanryu, voor het afsturen van zijn exemplaar. Zo af en toe stuurt hij wat deze kant op, zodat ik ernaar kan kijken. Er zijn over het algemeen figuren die ik niet snel zelf zou kopen. Waaronder dit figuur. Ja, waarom koop je het niet? Vind je het niet goed? Vind je er niks aan? Ja, vaak zijn het figuren van Transformers continuïteiten waar ik weinig mee op heb. Ik leg me echt wel toe op de G1. Zo oud ben ik inmiddels. Maar het is natuurlijk altijd tof als je wat in handen krijgt. Dus dankjewel Mark. Check eventjes Kenneth Collectibles uit. Daar heeft Mark deze bot ook besteld. Kenneth is vooralsnog actief op Marktplaats. En een beschrijving, dat voeg ik nog eventjes toe. Of een link voeg ik nog eventjes toe in de beschrijving bij deze video. Dankjewel Mark. Genoeg geleuterd. We gaan hem bekijken. Voor wie deze bot, of dit karakter beter gezegd, niet kent. Dit is Helix, onderdeel van de Decepticon Justice Department of iets dergelijks. Het komt uit de IDW variant. Het is een clubje elite soldaten die speciaal door Megatron zijn aangesteld om korte metten te maken met verraders en allerlei geheime operaties verrichten. Ja, het is een groepje van een stuk of 6-7 bots, waarvan Tarn toch wel de bekendste is. Die is ook wel doorgecijpeld in andere Transformer continuïteiten. Sorry, ik was even op zoek naar het fatsoenlijke Nederlandse woord daarvan. Dus best een recent ontwikkeld karakter. Ik vind hem in botmode fantastisch mooi. Het is de MMC-kwaliteit zoals we gewend zijn. Dat wil zeggen een vrij overzichtelijk, goed geëngineerde transformatie. Een zeer deugdelijk gebruik van materialen. Voor MMC-begrippen zit deze zelfs ook nog wel hartstikke aardig in de verf. Over het algemeen is dat een van hun zwakkere punten. Ja, en het is, je ziet het, het is een hele bulky, kloeke bot die toch chockvol articulatie zit. Te beginnen met het hoofd, dat zit op een ball joint. Ik kan tot zover omhoog, ik kan een klein beetje naar beneden. Hij draait 360 graden in de ronde en kan ook daardoor een klein beetje scheef. Dat is hartstikke leuk. Hij heeft hier twee kleine greephandjes die uit zijn buik komen gevloept. Ja, daar kun je op bepaalde manieren voordeel mee hebben. Het ziet er wel een beetje merkwaardig uit. En zijn grote armen met slechts drie vingers. Die hangen hier en die grote armen die zitten ook echt wel chockvol articulatie. Die gaan 360 graden in de ronde. Doe je deze frosters aan de kant, dan klappen ze tot over de 90 graden klappen ze uit. Of nou, eigenlijk 90 graden precies. Dus dat is heel erg mooi. En er zit hier een draaiing. Hij heeft een dubbele elleboog en daarmee haal je een hoek van 180 graden. Dat is heel erg netjes. Vingers, of beter gezegd de hand, die kan ronddraaien. Daar zit ook nog een klein swiveltje in. De drie vingers individueel gearticuleerd. Drie punten van beweging per vinger. Dus daar kun je heel veel mee. Hij heeft een draaiing in zijn ab crunch. Daarvoor laat ik zijn backpack met al die kanonnen heel iets zakken. Want dan is de bewegingsvrijheid een stuk groter. Nou, in theorie zou die 360 graden in rond te kunnen buigen. Dat is mooi. Hij heeft een ab crunch naar voren. En dat doet hij echt hartstikke mooi. Daar is over nagedacht. Het voelt ook allemaal zeer solide. Dus mooi, mooi, mooi. En zijn benen. Die zitten op tension joints en dat kennen we van MMC. Ik maak me wel een klein beetje zorgen over het gewicht, want het zijn echt zware joekels. Maar hij houdt ze aardig goed hoor, ook naar achter en dan beweegt die backpack eventjes mee. Maar er kan eigenlijk in 90 graden, naar voren kan in 90 graden, naar de zijkant in 90 graden. Ook nog eens een keer een draaiing in het dijbeen. Heel fraai afgewerkt hier, die joint. Dus je kijkt nergens echt open naar. Dat hebben ze knap gedaan. Een knie die gaat in een hoek van meer dan 90 graden. Maar hij heeft natuurlijk enorme voeten.
Het moet ook wel om hem stabiel te houden. Eigenlijk vind ik hem alleen in de voetjes wel wat tekortschieten qua articulatie. Toe tilt naar voren en naar achter, dat is prima hoor. Maar je mist toch wel een rocker. Er zit een heel licht één klikje zitten in. Misschien meer, maar het is, weet je, het is niet mijn figuur. Dus ik ga er ook niet noodloos aan trekken of de boel forceren. Hij houdt zich ondanks dit gewicht heel erg stabiel. Het enige wat ik merk is dat hij af en toe de neiging heeft om een beetje door te zakken op deze joints. Kijk, dan zie je wat er gebeurt. Dus je kan deze hoek niet al te groot maken. En dat doe je ook niet, omdat het hem ontbreekt aan een goede rocker. Dus ja, de pootjes hou je toch wel een beetje ingetogen. En nou, dat belemmert toch wel zijn dynamisch bereik voor wat meer actieachtige pose. Maar goed, eerste indruk en articulatie, zeker voor zo'n kloeke jongen, is hartstikke goed. Qua accessoires zijn we eigenlijk snel klaar, want je krijgt een collectors kaartje er uiteraard bij. Je krijgt voor die twee gekke kleine armpjes krijg je alternatieve vuistjes. Dat is een kwestie van erin ploppen en eruit ploppen. Je krijgt nou, ze zijn gemonteerd al, maar je kan ze lostrekken. Twee grote kanonnen erbij, twee grote guns. Die kun je op een paar plekken in tabben, zowel in robot mode als in voertuig mode. Mooi sculptwerk, zilver en gunmetallic uitgevoerd. En je krijgt daarbij een instructieboekje. Die transformatie die is eigenlijk rete eenvoudig, dat is ook wel leuk. Dus dit is daadwerkelijk een instructieboekje waar je wat aan hebt. Met een paar stappen. Het is niet ingewikkelder dan een gemiddelde mainline transformer. Wat je te doen hebt. En wat ook wel heel erg aardig is. Is de andere helft van het instructieboekje. Dat is een stripverhaal. Dus een kleine comic erbij. Met wat achtergronden over dit karakter. En hoe die nou zo is geworden. Leuk gedaan, mooi artwork. Dus nou, dit is in ieder geval niet een instructieboekje wat je snel bij het oud papier zou neerdonderen. Dat waren de accessoires. Goed, de transformatie is niet al te ingewikkeld. Ik zei het al, we beginnen met het wegwerken van die grote vuisten. Die maken plaats voor gigantische thrusters. Je drukt de armen in. Zo, dat doen we ook aan de andere kant. Sputcher is wel aan te raden, want sommige verbindingen zijn stug. Dat is ook wel fijn voor zo'n grote lompe bot, dat het allemaal lekker stevig en kloek is. Je rampt je erin en vervolgens onttap je deze gunmetal delen en breng je 180 graden naar voren of naar achter. Zorg dat ze weer in tabben en vastklikken in zijn lijf. Gaan we even door met zijn kopunit. Daarvoor zet je dit prachtig translucente klepje open. 180 graden en sluiten. Zo, nu heb je ruimte hier, zeker als je deze spikes openzet, om die tankwielen eruit te rammelen. Dat is een beetje geklommen, want je komt er niet heel erg lekker bij en zit op een soort dubbele scharnier. Maar zo bevrijd je ze. Yes, deze ook. Ja, en dan heb je vervolgens, als je ze zo omhoog zet, heb je ruimte om die kleine grijparmpjes naar binnen te werken. Het gaat in een hoek van 90 graden. Je hebt op zich nog wel wat ruimte hier intern om die armen goed weg te werken. Zo en zo. Nou, heb je die armen en die handjes. En dit is een van de nadelen. Op die kleine armpjes zitten gouden afdekplaatjes. Zodra je die ook maar een beetje beweegt of langs iets anders zet, ja, dan gaan die afdekknopjes weg. Heb je dit gedaan, sluit je het frontpaneel en gaan we door met de benen.
Ah, volgens mij heb ik een klein foutje gemaakt of me vergist, niet duidelijk laten zien. Maar ook deze cabine die draaien 180 graden naar achter en die breng je dan aan in het lijf. Totdat hij klik zegt met een klein klikje. Door met de benen, daarvoor draaien we ze 180 graden in de ronde. Wat je moet doen is dat je deze rupsbanden, die zitten op een sliders, dat je die over de knie vouwt. En dat zijn hele stugge joints, dus daar heb je wel eventjes wat kracht. En het liefst twee handen voor nodig. Kijk, daar gaat er één. En dan gaat ook de ander, dus die klik je zo omhoog. Dan draai je hem even in de ronde. Je vouwt de voet in elkaar, de unit met de teen, de voorvoet. Die vouw je in de hiel om elkaar heen. Je hebt hier die kniepad. Je worstelt het gedeelte ook weer op een dubbele scharnier omhoog. En met dit zwarte deel vanuit die kniepad fixeer je dit deel. Dan ben je bijna klaar met de benen. Ik pak even mijn spudger erbij, want je hebt hier intern heb je twee haakjes. Die vouw je in bot mode in elkaar, in voertuig mode. Zet je ze open. Kom ik daar goed bij met een vinger? Ja, kom eruit. Nou, hier een, even kijken. Ja, zo laat ik het goed zien. Hier heb je een opening, daar komt hij in terecht. Hier een opening, komt hij in terecht. Dan lok je de benen goed vast. Nou, doe het maar, jongen. Yes! Allebei zitten ze vast. Nou, die armen had ik omwille van de transformatie eventjes weggedraaid. Maar die pak je weer zo op. En dan heb je eigenlijk alleen nog even de backpack goed terug te vouwen. Dat doe je als volgt. Het is eigenlijk een backpack uit twee delen. Ik zal de camera heel iets lager zetten. Die vouw je over elkaar heen. En daarmee dek je het hele lijf af. Je sluit deze tapjes. Nou, dan maken we hem een klein beetje netjes. En dan brengen we uiteindelijk de guns in de goede positie. Hè. Kijk, je kan ze naar voren zetten. Je kan ze naar achter zetten. Net wat je leuk vindt. En als laatste kun je die hele grote guns kun je hier in zijn lijf kwijt. Of helemaal vooraan. Draait als een tierenlier. Je kan, als je dat leuk vindt, kun je ze ook achteraan zetten. Nou, dat is allemaal hartstikke grappig. En je kan deze spikes, kun je ook naar gelang je wil, wat meer agressief naar voren zetten. Of ze echt gebruiken om die rupsbanden af te dekken. Ja, het is een leuke altboot. Het is allemaal wel wat heel erg lomp. Maar ja, prima. Tom in onze handvraag. Moet je deze Morse, deze versie van Helix, nou wel of niet hebben? Ja, voor mij is het vrij eenvoudig. Ik hoef hem niet te hebben, want ik heb gewoon niet zo heel erg veel op met het figuur en met die hele IDW-continuïteit. Ja, ik ben van de G1. Even positief ingestoken. Dit figuur doet hartstikke veel dingen goed. De transformatie werkt als een zonnetje. Is rete eenvoudig. Is hartstikke leuk om te doen. De accessoires die je erbij krijgt, ja, die volstaan. Het zijn twee guns en twee vuistjes. Articulatie uitzonderlijk goed voor zo'n grote bot. Sowieso de hele kwaliteit druipt eraf. Ja, het is echt een goed MMC-product. Toch wel stiekem een van de beste, misschien wel de beste third party aanbieder die er is. Enige nadeel van de MMC is dat ze geen harde ratchets gebruiken. En dat vind ik wel een punt van zorg hoor, bij deze bot. Want hij is zo zwaar en dan probeer je dat allemaal op van die tension joints te doen. Ik vraag me af hoe lang dat goed gaat. Want ja, op een gegeven moment plastic wordt natuurlijk iets droger. Het gewicht staat er continu op te hangen. Dus of dat allemaal, zeker in dynamische poses, altijd goed blijft gaan. Dat betwijfel ik. Wat ik voor de rest ook nog wel vind, is dat het wel een heel fors prijskaartje heeft hoor. Ik bedoel, je hebt het over €180. Krijg je wel een hele kloeke bot voor. Maar juist omdat hij zo kloek is en zo groot is en zo lomp is, is het ook allemaal maar
weinig verfijnd. Dus hè, de transformatie is hartstikke eenvoudig. Weinig accessoires. Niet per se heel erg veel pins of heel veel details. Dus ja, ik heb er toch wel wat moeite hoor met het stevige prijskaartje. Ik heb een box van €180 waar een heel stuk meer bij zit. Meer accessoires, veel complexer geëngineerd, veel meer parts. En dit is toch allemaal een beetje basic. Was die €100 geweest, dan had ik gezegd, ja, haal deze als een gek. En nou, voor €180, dan zou ik zeggen, ben je een liefhebber van dit figuur, kun je hem blind kopen, want het doet alles goed. Ben je dat niet, laat het lekker gaan en besteed je €180 ergens anders aan. Denk je er nou anders over? Heb je wat te vragen? Wil je wat kwijt? Laat alsjeblieft een comment achter in de reacties. Daar reageer ik zo snel mogelijk op. Ik denk, dank Mark echt uit de grond van mijn hart dat hij weer zo tof was om een figuur op te sturen naar me voor een review. Dankjewel. Ik zie ze hartstikke graag verschijnen. Ik vind het leuk om ook out of the box is wat figuren te laten zien die ik niet snel zelf zou kopen. Dus Mark, dank daarvoor. Ja, het is een hartstikke leuke bot. En daarmee moet je het doen. Ik dank jou voor het kijken. We zien elkaar heel gauw weer. Tot de volgende. Tot later.